Hallo beste luisteraars en goedemorgen. Dit is weer een update voor mijn spiritueel meditatiekanaal. En we gaan het hebben over het hogere zijn. En wat het hogere zijn voor jou kan betekenen. In het hogere zijn zijn de elementen van de energieën aanwezig die ervoor mogen zorgen dat jij jezelf iedere keer weer mag verhogen. En die verhoging die is noodzakelijk om in deze periode van het leven te kunnen en te mogen overleven. Want er zijn genoeg aanvallen die van buiten afkomen, waarbij dat we ons van tevoren niet beseffen dat we dit aan de hand zouden kunnen hebben. En op een gegeven moment, dan zitten we er toch diep midden in. En dan zou je je kunnen afvragen, hoe kom je daar weer uit? En is het nodig dat je daar wat van hebt te leren? Of mag het zo zijn dat je beschermd bent? Dat je beschermd bent met de kracht van het witte licht om je hier weer uit te mogen halen. Want dat is eigenlijk ook heel erg belangrijk. Trek jezelf los van alle negatieve zaken die in jouw energieomgeving aanwezig zijn, waardoor dat je zeg maar op een gegeven moment niet meer zodanig goed in kunt functioneren zoals je gewend was dit toch wel te doen. En dat wil wel wat zeggen. Het hogere zijn is enorm mooi wanneer dat we zielsconnecties mogen aangaan die onze verbindende energieën laten trillen en laten verhogen. He, jij kunt energieën hebben in je omgeving die je kunnen verlagen, maar er zullen ook energieën mogen zijn die je kunnen verhogen. En wij gaan vooral uit van het laatste. De verhogende energie is van een enorm belang om voor jezelf tot z'n recht te mogen komen wanneer dat het gaat om je eigen toegankelijkheid. En naar binnen gaan, naar binnen in jezelf treden, je bewust worden van de energielagen die om jou heen zijn, die jij van binnen in jezelf aanwezig hebt, maar dan ook naar buiten toe, van binnen naar buiten toe, kunnen trillen, kunnen zeg maar vibreren, dat er gereinigd mag worden, dat er schoonmaak mag plaatsvinden. En die schoonmaak is op haar beurt weer van belang om gezegende energie te mogen ontvangen voor de komende periode. En die gezegende energie, die mag je uitstralen. Dat mag je zijn. Als het maar bij jou, in jouw kleine omgeving, hoe klein die dan ook maar mag zijn, dat het goed is, dat het goed mag zijn. Want we zitten er niet op te wachten. We zitten niet op nog meer negativiteit te wachten. Je mag de eigen kracht voorop stellen en je mag de eigen kracht ook voor je uit laten werken. En dat de eigen kracht voor je uit mag werken, dat is van een bijzonder belang wanneer het gaat om bijvoorbeeld je derde oogchakra en aardsengel Uriel. Gisteren hadden we aardsengel Zadkiel. Vandaag is aardsengel Michael. En nu, in de kracht van aardsengel Michael, mogen we vragen om herstabiliteit, om herverbindingsvermogen, om dat wat losgesneden mag worden, losgesneden wordt. Je hebt er niks mee, je hoeft er niks mee.
Maar we denken wat we mee te moeten hebben. We denken dat we daar op een of andere manier toch onze verbinding aan hebben te onderhouden. En dan doen we dat maar. Het gaat anders niet zonder slag of stoot. Maar eenmaal op het pad der verlichte energie, dan zul je merken hoe uitdagend het is om die verlichte energie ook uit te mogen stralen. Je mag het ook uitstralen. Je bent als het ware een batterij. Een batterij van licht. En hoe vaak is mij wel niet gezegd geworden, met jou kunnen we niks. Of, we kunnen je niet plaatsen. Of, je bent niet van hier. Of, noem het maar op. Ik heb het niet gek genoeg gehoord. Of, ik kwam te dicht in de buurt. Of, ik zorgde voor dit. Of, ik zorgde voor dat. En mijn God, hoe vaak heb ik wel niet gehoord. Ja, in een vorig leven was jij mijn aartsvijand en heb jij mij vermoord. Oh jongens, nog. En nog meer van die uitspraken en redenaties waarvan ik denk, moeten we hier aandacht aan geven? Moeten we hier inzicht in krijgen? Of er wordt gezegd, je bent mijn aartsvijand, je hebt mij en mijn volk vermoord, of weet ik veel. Ja, nou, ik ben me werkelijk van geen kwaad bewust, maar het zal wel iets in die personen zijn dat gezegd wordt dan, hè? Of dat dat dan in één keer parten speelt in de communicatie. Maak ik dat dan los of zo? Ben ik dan zo batterijen? Ben ik dan zo iemand die al die gevoelens bij de ander losmaakt, waardoor dat je in een bepaald gebied komt, dat je daar, ja, bepaalde trillingen los kunt weken? Of weet ik veel, ik weet, maar in godsnaam, ik hou me er verre van. Maar ik ben het wel tegengekomen. En niet meer dan één keer. En je ziet het nu maar ook in de wereld om ons heen. En ja, je ziet het ook maar bij onze Russische president, hoe hij op het moment zich gedraagt, in alle hoeken en gaten zich probeert te bewegen om, ja, om misschien toch maar wel een stukje land te kunnen veroveren, al is het nog maar zo klein. En bepaalde bronnen die zeggen dat het dan toch maar weer wel tot een confrontatie gaat worden. Ja, in mijn helderziendheid. Ik heb het al lang voorspeld. En ik heb zoveel dingen voorspeld als het ware. Ook deze stormen, dit is pas het begin. En dit is maar, al met al, een opening naar een nieuwe tijd. Voor ons ligt, als het ware, een brug naar nieuwe mogelijkheden. En die brug naar nieuwe mogelijkheden, die wordt nu gemaakt. Het lijkt allemaal zo weerbarstig en zeg maar onstuimig en ruig. Maar je kunt er maar beter mee lachen. Je kunt er maar beter liefde sturen en licht. In ieder geval naar jezelf, voor jezelf. Dat je zelf de balans blijft houden. Ik ben ook weer uit een negatief dal aan het krabbelen. Ik ben in januari behoorlijk geraakt. En daarom heb je ook even niks op mijn kanaal gezien, maar ik ben weer terug. Zo goed als het kan. En we hopen nog wat meer op te kunnen knappen, maar dat zal ook wel gaan. Als straks het zonnetje gaat schijnen, dan zullen we ons ook wat meer buiten bewegen, voor de vitamine D opdoen. Dat is ook zo enorm belangrijk. Maar
Ik onderschrijf het met name aan de stand van de planeten. Ik kijk altijd naar de stand van de planeten. En hoe de planeten zich draaien daarin, zeg maar, in de horoscopen, in de huizen. En de planeetstanden, daarin zien we de ontwikkeling van de komende periode. Dat is wel heel duidelijk. Jonge, jonge, wat hebben we toch weer afgelopen tijd gezien en ervaren. Ja, en dan zeg maar het opruimen van al die spanningen en maatschappelijke situaties waar we nu in verkeren, zeg maar. Wat hebben we er eigenlijk aan? Wat? Als we nou eens kijken, kijk nou eens terug naar de jaren 80, naar de jaren 90. Niemand heeft het er meer over. Er was ook van alles aan de hand. Maar je zult het altijd weer zien, het komt altijd weer terug. Bepaalde patronen komen steeds weer terug. En vergeet niet de pandemie, waarvan nog de gevolgen ver zichtbaar zullen zijn. Is onze euro nog wel het geschikte munteenheid om vanuit te mogen gaan? Kunnen we nog wel spreken van een gebalanceerde economie? Waar en hoe wordt die schuldenlast uiteindelijk weggestreept en hoe wordt de inflatie jegens de deflatie met elkaar vereffend, dat het weer op een bepaald punt komt, of starten we gewoon opnieuw, kijken we er even niet naar, zijn onze jeugd dan, dat moeten dan wel zulke lichtwerkers zijn, die dat allemaal weer beter kunnen dan wij. Dan heb ik daar wel vertrouwen in. Alhoewel ik ook genoeg zie van jeugd die goed hun best doen op de scholen en die toch graag hun diploma's willen behalen. Ook dat zie ik gebeuren. Dus er is ook een positieve ontwikkeling. Alleen, het lijkt wel een soort steekspel. He, waarom die beddencapaciteit niet? Waarom in herhaling vallen? En ja.